Namaste. We gaan vandaag yoga-sessie doen om de zon, de aarde en de maan in ons weer uit te balanceren. Want zoals je weet, besta je uit een stukje aarde. Je bent eigenlijk niks anders dan een blokje aarde wat hier zit. Ja, accumulatie van al het voedsel wat je tot je hebt genomen. En we zijn natuurlijk ook het alchemistisch huwelijk tussen de zon en de maan. De ronde zon is de mannelijke energie in ons, is positief elektrisch geladen. En de maan is de halve sikkel, dat is de vrouwelijke energie die negatief geladen is. En het gaat om het uitbalanceren van deze levenskrachten in ons. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Nou, ik wil je vragen om je handen voor je hart te doen in de namaste. En je rug mag je zo recht mogelijk neerzetten. Want je gaat met een rechte rug door het leven heen. Kin wat intrekken en sluit maar even een moment de ogen. En heb de intentie om zowel te connecten met de aarde in jou, de zon in jou, als de maan in jou. En adem rustig een keer heel diep in en voel dat je jezelf toestemming kunt geven om nog wat meer aan te komen in dit moment. De dingen van de dag even te laten en je bewust te worden van hoe het met je is en hoe je hier nu zit. En al die gedachten die komen en die gaan, maar je hoeft er niks mee te doen. Voel je hartgebied, je eigen hartgebied. En heb de intentie om dit alchemistisch huwelijk tussen de zon en de maan in jou te eren en te vieren. Want als er een goede balans is tussen de zon en de maan in jou, dan zorgt het er ook voor dat je levensplannen verwezenlijkt worden en dat je voelt dat je werkelijk een heerlijk leven hebt. En dat gun ik jou natuurlijk. Dus ik zou zeggen, één keer een diepe oom op deze intentie adem. Diep in. En dan open je rustig je ogen en dan mag je gaan staan. En ga zo staan dat je voeten goed naar voren zijn gericht. Je voeten die zijn onder je heup of je hakken zijn onder je heupen. Je knieën zijn los van het slot. Je armen zijn lekker ontspannen. Let op dat je stuitje zo naar beneden wijst. Hè? Dus dat je geen holte in je onderrug hebt. En voel jezelf maar even heel rustig zo staan. Je mag je handen in een soort kommetje voor je buik leggen. En ik wil je vragen om je knieën vooral zacht te maken. Het gewicht van je lichaam op je beide voeten neer te zetten. En connect jezelf eens met de bron van al het leven. Want dankzij de aarde bestaan we hier. En stel je eens voor dat wanneer je heel diep inademt, hè, dat je de aarde-energie als het ware via je voeten, je benen, zo helemaal omhoog kunt ademen. En uitademend keer je de palmen naar beneden toe en laat je jouw zwaarte helemaal los. Dus inademend, trek als het ware de aarde-energie mee omhoog tot je hartgebied. En uitademend, je mag uitblazen, kan je rustig alles wat je niet meer nodig hebt loslaten. Voel hoe de aarde door je voeten, door je enkels naar boven stroomt en uitblazen. Alle spanning, alle stress loslaten. Nog een keer heel diep inademen. En uitademen. Laat los.
Laat je schouders daarin smelten. Blijf zacht in je knieën. Inademen, trek de energie omhoog en uitblazend omlaag. Heel goed. Mag je weer een kommetje voor je buik maken? En dan gaan we rustig de aarde goed doen. Adem weer in, doe hetzelfde. Trek de aarde-energie omhoog tot je hart en uitblazen. Omlaag. Inademen, dan gaan de beide armen via de voorkant omhoog. Maak je lang. En uitblazen. Via de zijkanten weer omlaag. Doe hem nog een keer. Adem in. Trek de aarde-energie omhoog. Uitblazen. Omlaag. Inademend via de voorkant omhoog. Uitblazen via de zijkanten. Omlaag. Zelfde beweging met je armen. Maar nu op je tenen in. Via je teentoppen trek het omhoog. Kom op je tenen. Uitblazen. Land op je hakken. Inademend weer op je tenen. Via de voorkant omhoog komen. Uitademen. Weer rustig omlaag. Doe hem nog een keer. In op je tenen. Omlaag in, armen via de voorkant omhoog, kom op je tenen. Uit. Via de zijkant rustig omlaag. Maak een spreidstand, ga gelijk door in. Trek de aarde-energie omhoog, uitademend door je knieën heen. Helemaal omlaag, hoofd gaat mee. Inademend, scheppende beweging, armen komen via de voorkant rustig omhoog. En uitademend, langzaam weer terug. Inademend, trek de aarde-energie omhoog, uitademend door. Je knieën helemaal omlaag. Inademend via de voorkant. Kom omhoog. En uitademend via de zijkant. Rustig omlaag. Draai je linkervoet uit. Je lichaam is naar links toe. Inademen via je linkervoet. Aarde energie omhoog nemen, uitademen door je kniezakken, helemaal omlaag over je linkerbeen heen, in. Kom via de linkerkant weer rustig omhoog, uit, weer rustig omlaag. Doe nog een keer, adem in. Trek de energie omhoog, uitademen, zak door je knie heen, in. Via de linkerkant, kom omhoog. Uit, weer rustig omlaag. Kom naar het midden. Van daaruit draai je door naar je rechterbeen. Adem in. Trek de aarde-energie omhoog. Uitademen. Zak door je rechterknie omlaag. Hoofd gaat mee. Inscheppende beweging. Weer omhoog komen. Uitademen. Zijwaarts. Je armen weer terug laten gaan naar een pommetje. In, uit, weer helemaal omlaag, yeah. Inscheppende beweging, kom omhoog, kijk mee met je handen, uit, ademend, rustig, weer omlaag. Mag je benen naast elkaar zetten, ga gelijk door, inademend, gestrekt been nu. Trek je energie omhoog, uitademend vanuit de rechterrug en gestrekte benen. Buik voorover, hoofd voelt mee. Inademend via de voorkant, armen omhoog. Uitademend via de zijkant, rustig omlaag. Adem. Uitademend vanuit de onderrug. Buik voorover, je hoofd omlaag. Inscheppen, beweging, aarde, energie mee omhoog nemen. Uit, weer rustig omlaag. Nu alleen nog de armen, maak je knieën zacht.
In en uit. In. Nog één keer. En handen tegen elkaar aan voor het hartgebied. Voel rustig een moment na. Voel de reacties van je lichaam. En voel hoe de aarde in jou weer in beweging is gekomen. Adem nog eens goed door naar je bekkengebied. En ga weer losjes staan. Plaats je voeten weer onder je heupen. En door naar een volgende aardappel. Armen ontspannen naast je lichaam. Je knieën zijn licht gebogen. Voel dat je stevig in je benen en in je voeten staat. Adem diep in. Ik ben in balans en ik ben gefocust. Uitademen. Buig je vanuit je onderrug voorover. Vingers zijn doorgestrekt. Laat de vingertoppen richting de grond gaan. Je kin wat intrekken. Maak je rug zo recht mogelijk. Heel goed. Ik ben kalm en ontspannen. Inademen, buig wat door je knieën. Breng je armen omhoog langs je oren. Kracht en moed vibreren door de cellen van mijn lichaam. Uitademend laat je zacht worden. Je hoofd voorover laten zakken. Je armen voorover laten zakken. Ik voel me verbonden met de aarde. Inademend strek je weer die benen. Je rug recht maken. Nekwervels zijn ook weer in het verlengde van de ruggenwervels. Ik bruis van de energie en ik ben rustig. Rustig buig door je knieën heen. Zoveel mogelijk in hurk zit. De palmen tegen elkaar aanbrengen. Kijk langs je duimen. Ik ben in volle aandacht. Laat je dan rustig op je billen zakken. Met je voetzolen tegen elkaar aan. Inademend. Handen brengen op de aarde. Laat je hoofd helemaal voorover zakken. Ik manifesteer wat ik wens. In het hier en in het nu. Uitademend steek je je armen onder je benen. De palmen zijn er boven toe. Je hoofd voorover. Zo ver mogelijk voorover zakken. Ik word beschermd en gevoed door de aarde. Adem een paar keer goed door. Rustig inademen. Kom omhoog. Strengel je vingers om je tenen heen. Trek je hakken zoveel mogelijk naar je toe. Maak je rug zo recht mogelijk. Kin wat intrekken. Ben vol vertrouwen. Uitademen, zet je voeten plat op de grond, kruis je armen, handen tegen je schouders. Buig voorover, zover als dat jij dat kan. Ik ben puur bewustzijn. Inademend, plaats je elleboog op je knieën, palm omhoog, rug is recht, kijk schuin omhoog. Adem diep in. Ik ben liefde.
Uitademend, kleermaker zit en inademend. Ik laat de aarde-energie nu helemaal omhoog komen. En uitademend, de aarde stroomt door mijn lichaam heen. En buig je hoofd voorover. Voel je lichaam. En voel ook alles wat in je lichaam is aangeraakt. Voel dat je hier zit als een broekje aarde op de aarde. En laat de voedende en beschermende kracht van de aarde door je heen stromen. En alleen vanuit die verbinding met de aarde kun je manifesteren. Gaan we verder met de zon in ons wakker te maken. En de zon is ook sterk verbonden met ons Manipura chakra. Dat ligt hier achter de maag. Dus daar gaan we eerst een ademhalingsoefening voor doen. Ga maar zitten in kleermaker zit. Je mag ook je benen naar voren strekken als je dat prettig vindt. Leg je handen achter je neer. Schouderbladen zoveel mogelijk naar elkaar toe brengen. Ja. En duw je borstkas wat naar voren. Juist. Voel die strekking in de borstkas. Ja, okay. En je mag je benen gewoon goed ruimen en ontspannen neerleggen. Let op dat je je kin niet naar beneden brengt, want dan sluit je keelgebied af. Rustig ontspannen, schuin wat omhoog kijken, maar verder niets forceren. Wat we gaan doen, we gaan door de neus heel diep inademen naar de buik op deze wijze. En je trekt die adem dus ook helemaal omhoog hier bij je ribben. Je voelt ook hoe dit gebied uitzet. Dus je ademt naar je buik en dan langzaam voel je ook je helemaal die ribben kunt laten uitzetten. Dan rustig adem je ook door je neus uit. Je kunt je keel wat samenknijpen, dat je een beetje zo'n golvend geluid van de oceaan hebt. Maar dat hoeft niet hoor. Kijk maar wat voor jou mogelijk is. Dus ik zal hem één keer doen. De inademing hebben we zo gehad. En dan doen we zo de uitademing. Bij de uitademing adem je dus eerst uit je buik, je trekt je navel wat naar binnen en langzaam stroomt die adem als het ware via je neus naar buiten toe. Oké, zorg dat je goed je handen bij elkaar hebt, ja? Open je hartgebied, je hoofd iets op, adem diep in. En rustig door je neus uitademen. Als laatste schoon je als het ware de toppen van je longen. Doe dat maar een paar keer. Adem diep in. De buik komt naar buiten. Vul je borstkas, je Manipura chakra, de toppen van je longen. En uitademen. Trek je buikspieren in. Doe het een paar keer. Nog één keer. Nou, oké, dan uitademing. Kom je langzaam weer omhoog. Voel rustig na, voel de ruimte die er aan de voorkant van je lichaam is ontstaan. En vooral dan achter je maaggebied. En dan mag je gaan liggen op je linkerzijde. En je knieën zijn gebogen. Je linker elleboog plaats je onder je linker schouder.
En let erop dat je hakken ook op elkaar zijn. Je rechterhand mag je op je rechterknie brengen. Dus trek ze zo hoog mogelijk op, zodat je ze goed kunt openen. Vingers bij elkaar, alles is in activiteit. Let op dat je niet dit gaat doen, niet gaat zakken in je schouders. Maar lift jezelf van je schouders. Oké. Adem in. Til je rechterknie op een open bekkengebied. Uit, ook rustig door je neus uitademen, laat je knie zakken. Dus in. En dan rustig uit. Doe dat op een aantal keren, maar zo langzaam mogelijk. Voel tegelijkertijd ook hoe je je borst opent. Je rechterschouder gaat iets naar achter. En rustig weer uit. Nek is gewoon ontspannen. Doet eigenlijk passief wat mee. Voel het opengaan bij je lies, bij je rechterheupgewricht. Laat de adem de beweging sturen. Nou, rustig als je knieën weer op elkaar zijn, leg je je ellebogen onder je schouders. Je vingers wijzen naar voren. En ontspan even in deze houding. Voel die draaiing ook in je onderrug. Blijf diep in je buik in- en uitademen. Lukt het niet om zo te liggen, mag je ook je rechterhand onder je rechterschouder plaatsen. Kijk maar hoe ver je kunt komen. Let op dat je jezelf blijft liften vanuit je armen, vanuit je schouders. En adem naar alle plekken toe die gevoelig zijn, misschien pijnlijk zijn. Observeer. En inademend kom je langzaam op je handen en op je knieën. En uitademend zak je door op je rechterzijde. De knieën zijn weer op elkaar. Je ellebogen onder je schouders. Eerst even die draaiing voelen vanuit je onderrug. Zet de hakken ook op elkaar. Lift jezelf vanuit je schouders. Adem ruim en diep in en uit. Juist naar alle plekken waar er ongemakken zijn. Waar de spanning is vastgezet. Observeer. Iedere inademing geeft ruimte in dat lichaam van je. Oké, langzaam mag je je rechter elleboog weer heel bewust voor je onder je rechter schouder zetten. Vingers wijzen naar voren. Je linkerhand plaats je op je linkerknie. Inademend, je linkerknie optillen. Passief kijk je wat mee. Voel het openen van je lies en van je heupgewricht. Uitademend, rustig terug. In. Voel het opengaan. Uit, weer rustig terug. In. Voel het opengaan.
Uit, weer terug. En doe het vanuit mildheid, zachtheid. Voel precies hoe ver je kunt gaan. Nog één keer, hou even vast, duw met je linkerhand tegen de binnenkant van je linkerknie. Voel die strekking aan de binnenkant van je linkerbeen. Uitademend rustig terug, mag je handen weer onder je schouders plaatsen. Kom op je knieën en op je handen vanuit de tafelpositie. Zet je tenen gekruld neer. Breng het gewicht wat naar achter toe. Inademend omgekeerde rondhouding. Wellicht even corrigeren door een klein stukje naar voren of naar achter te stappen. Hoofd laat je helemaal zakken. Zet je af op de muis voor je handen. Streef ernaar om je hakken zoveel mogelijk naar de mat te brengen. Ontspan het plekje tussen je schouderbladen in. Adem naar je Manipura chakra, vul je zonnevlecht, net achter de maag, armen zijn gestrekt. Laat de stuit als het ware door de zon opgelicht worden. Daar ontmoet de aarde en de zon ontmoeten elkaar daar. Adem ruim en diep door je buik in en uit. En dan langzaam loop je stap voor stap weer rustig naar voren toe. Voeten onder je heupen, je hoofd laat je zakken. Armen ontspannen zich, buig je knieën. En heel rustig vanuit je kracht van je benen mag je jezelf weer vol voor wervel omhoog stapelen. En als laatste je hoofd recht op je romp en dan, dan heb je zo'n gevoel alsof de hele wereld van je afrolt. Voel maar even na. Misschien voel je tintelen, stromen, warmte, kou. Het is van alles in je lichaam aangeraakt. Neem nog eens een hele ruime strijdstand. Gaan we ook nog een oefening voor de zon in ons doen. Zodat we de zon in ons leven en de energie in ons leven, als het ware, voor ons kunnen laten werken. Oké, adem diep in naar je buik ook weer. Uitademend vanuit je onderrug buig je voorover. Laat je rechterhand richting je rechter enkel gaan. Lukt het niet, mag je hem ook knie leggen en niet forceren. Kijk hoe ver je kunt gaan. Linkerhand plaats je op de rechter. Je hoofd laat je zakken. Benen zijn gestrekt. En inademend vouw jezelf open naar links toe. Kijk mee met je linkerhand. En stel je voor dat je linkerhand de top van je vingers in zon prikt. En adem die zonenergie in. Licht energie in en voel hoe je hart begint te schijnen. Ruim en diep in en uit ademen. Word je maar bewust van de toppen van je vingers, van je linkerhand, je duim, je wijsvinger, middelvinger, ringvinger, pink. En adem het licht naar je toe, naar alle plekken die het zo hard nodig hebben. En dan langzaam laat je rechterhand over de grond gaan naar je linker enkel. En je vouwt jezelf nog wat dieper uit. Voel die torsie. Kijk rustig mee met je linkerhand. En voel hoe je lichtenergie kunt inademen. Hoe je rug verder kunt openen. En voel wat er aangeraakt wordt in jou. Benen blijven gestrekt. Adem nog door. Ja, kijk of er ruimte is om verder uit te draaien.
En rustig uitademend. Knieën zacht maken en helemaal voorover zakken. Alles loslaten. Zucht maar even uit. En ervaar de reacties over het verschil wat er is tussen links en rechts. Hou je knieën licht gebogen, ontspan je bek en je liezen. En langzaam laat je linkerhand naar je linker enkel gaan. Strek je benen. Als het niet lukt, mag je hem zo op je knie leggen of op je onderbeen. Rechterhand op je linkerhand. Hoofd omlaag. Inademend. Open jezelf naar rechts toe. Kijk mee met je rechterhand. En tank weer licht energie. Laat de zon in je schijnen. Neem het in je op via de toppen van je vingers, door je arm, door je schouder heen. Adem rustig, diep en regelmatig in en uit. Benen blijven gestrekt. Strek ze nog wat door in deze houding. En langzaam naar je linkerhand, naar je rechter enkel gaan. En draai jezelf nog wat verder uit. Voel hoe de adem in jou beweegt en ook alles in beweging zet. Stel je voor dat je onder het prachtige zonnelicht staat. Laat het in iedere cel en in iedere vezel als het ware vibreren. En uitademend, maak je knieën zacht en alles weer loslaten, zoveel als dat je kunt. Laat je armen vanuit je schouders omlaag storten. Kaken los, wangen los. Adem diep in naar je bekkenbodem, voel de aarde in jou, voel de zon in jou. Zet je af op je voeten vanuit de aarde. Leg je handen op je knieën. En heel rustig inademend. Duw jezelf wervel voor wervel omhoog. En terwijl je omhoog komt, voel even rustig na. Misschien ben je een beetje dizzy geworden. Voel maar de omkering van de energie, het licht wat nu naar beneden stroomt. En de warmte van de aarde die ook in je stroomt richting je stuitgebied. Dan breng je rustig je voeten bij elkaar. En dan sluiten we af met de maan, het onbewuste deel in ons. Plaats je handen voor je hartgebied weer. Voel je voeten op de aarde. Voel dat je het gewicht van je lichaam gelijkmatig over je beide voetzolen ook kunt verdelen.
Knieën zijn zacht, de holte is uit je rug. Je voelt de aarde in jou, je voeten, je benen, je bekkengebied. Je voelt de zon achter je maag schijnen. Nou, verbind je jezelf met de maanenergie. Dat is onze zachte kant, onze yin-kant. Dan gaan we rustig de maan in ons groeten met de maangroet. Adem maar diep in. En uitademend, buig je hoofd voorover. Inademend, strek je armen omhoog, alsof je de maan op je handen draagt. Uitademend, heel wat naar achter, buig je ellebogen. Groet de maan. Inademend, handen voor je hartgebied brengen. En uitademend, zak in hurk zit. Inademend, op je onderbenen komen te zitten. Uitademend, groet de maan door je palmen naar boven te duwen. Helder achter, buig je ellebogen, kijk omhoog. Rustig, ga naar voren toe, breng je voorhoofd op de grond, op een inademing. Uitademend, kom je in tafelpositie. Inademend, rustig, het gewicht naar achter, omgekeerde rondhouding. Hoofd is omlaag. Uitademend, is het weer tafelpositie. Inademend, kindhouding. Uitademend, handen op de bovenbenen, kom recht op te zitten. Inademend, hurk zit. Uitademend, kom omhoog, helder achter. En inademend, handen voor je hartgebied. Eer de zachte kant in jezelf, de yin-energie, je gevoelens, je emoties, het water dat in je stroomt met de maan. We gaan rustig nog aan de voorkant van de mat staan. Gaan we onszelf nog even bekrachtigen met de zonnegroet, met de zonne-energie. Adem in. En adem uit. Ik open mijn hart. Inademend, armen naar achter toe. Ik groet de zon. Uitademend, ik groet moeder aarde. Inademend, stap met je rechterbeen naar achter, handen aan weerszijden van je linkervoet, hoofd is op. Ik kijk uit naar de toekomst. Uitademend, plankhouding. Ik ben sterk, krachtig. Zak op je knieën als het lukt. Borst en kin of schuif door naar de aarde. Ik word gedragen door de aarde. Inademend, ik luister naar mijn hart komen. Uitademend, omgekeerde rondhouding. Ik ben goed zoals ik ben. Inademend, stap naar voren met je rechtervoet, hoofd omhoog. Ik verheug me op de toekomst. Uitademend, linkervoet naast rechterhoofd omlaag. Ik buig voor mijn hogere zelf. En inademend, ik heb hoog idealen. Arm zijwaarts omhoog als de zon.
En uitademend, ik ben in balans. Blijf rustig even staan en voel na. Ga met je aandacht naar je zolen toe van je voeten. En connect met Moeder Aarde. Dankzij Moeder Aarde besta je. Moeder Aarde beschermt en voedt je. Voel de aarde in jou, in je botten, in je hele fysieke lichaam. En voel dat je met iedere inademing de aarde-energie als het ware omhoog kunt laten stromen. Dus de energie die via je voeten naar boven stroomt. Adem het maar een keer heel diep in. Alsof het een soort rode gloed is die je door je benen, je bekkengebied in kunt laten stromen. Verplaats dan de aandacht naar de rechterkant van je lichaam. De kant die verbonden is met de zon. Onze yang-kant, de kant van wil ik ego dingen neer kunnen zetten hier op aarde. Van verstand, intellect. En connect met de zon boven je. En stel je nou eens voor dat het prachtig geel-gouden zonnelicht zo via je kruin en via de rechter hersenhelft helemaal alleen door de rechter lichaamshelft stroomt. En overal zie je dat gouden licht doorheen gaan. Je rechter schouder, je arm, je hand. Je rechter flank, heup, je rechter been, je rechter voet. Helemaal vanaf de rechterkant van je wervelkolom is er goud licht in je lichaam. Het gouden licht van de zon. Voel de zon in jou schijnen. En verplaats dan je aandacht naar de linkerkant van je lichaam en connect met de energie van de maan. En zie dat als zilverlicht. En laat dat zilveren licht via je kruin door de linkerkant van je hersenen stromen. En de hele linkerkant van je lichaam vullen. Je linkerschouder, je linkerarm, je linkerhand. Linkerheup, linkerlies, linkerbeen, linkervoet. En adem dat zilveren licht helemaal in. Zodat je voelt dat de linkerkant van je lichaam uit zilver bestaat. En de rechterkant van je lichaam uit goud. En voel dat jij dat alchemistisch huwelijk bent tussen de zon en de maan. Zodat je jouw levensplannen helemaal kunt uitvoeren. En voel de aarde die je steunt en draagt. Adem nog een keer heel diep in. Voel je één met deze prachtige drie planeten. Voel je hartgebied. En dan groet ik je met een namaste. Heb het goed.